Hallo iedereen, hoe gaat het met jullie? Met mij gaat het goed. Het is mooi weer hier, het is lekker warm. En ik wil jullie graag nog even een kleine anekdote of een klein verhaaltje vertellen. Ik hoop dat jullie mij begrijpen. Als je mij niet begrijpt, mag je mij altijd informatie vragen. Vandaag belde mijn zoon mij. Vanmorgen belde hij mij en hij was een beetje van de kaart. Waarom? Wat was er gebeurd? Wel, hij had al een tijdje geleden concertkaarten gekocht van Ed Sheeran, die naar Parijs kwam. En dus, Ed Sheeran had een concert in Parijs op vrijdagavond, denk ik. En dus mijn zoon had een vakantiejobje gedaan, want hij moest dus het ticket betalen. Hij moest ook de trein betalen, de sneltrein naar Parijs. Hij wilde ook één nachtje blijven in een hotel. En dus hij moest dat allemaal betalen en hij heeft daarvoor een kleine studentenjob gedaan. En dus alles was in orde om te vertrekken. En dus op vrijdagnamiddag is hij vertrokken uit Brussel-Zuid met de sneltrein. En de sneltrein uit Brussel naar Parijs, dat is dus de Thalys. Hij is dus vertrokken met een vriend. Samen met een vriend zijn ze vertrokken naar Parijs met de Thalys om naar het concert van Ed Sheeran te gaan. Ze gingen een beetje rondlopen in Parijs. Ze gingen daar slapen. En dan de volgende dag op zaterdag gingen ze nog een beetje rondlopen. En dan zouden ze terugkomen op zaterdagnamiddag. Nu, wat is er gebeurd? Ze hebben dus de trein genomen in Brussel-Zuid. Maar al zeer snel had de trein een probleem. De trein is gestopt en ze wisten niet waarom, want ze hadden dus geen informatie. De trein is ineens gestopt. Ze hebben heel lang gewacht. Dan is de trein toch nog een beetje voortgereden. Dan is de trein weer gestopt, heel lang gestopt. En dus nog altijd geen informatie. Tot op een bepaald moment hebben ze dan toch water gekregen, want dus natuurlijk, het werd daar heel warm in die Thalys. En dus de spoorwegen hebben iedereen water gegeven. Ze hebben uiteindelijk vernomen dat ze terug naar Brussel moesten, dat de trein niet verder kon. Want dus de trein had een technisch probleem, omdat er een aanrijding was gebeurd met een dier op het spoor. En dus ze moesten terug naar Brussel. En dus ze hebben het concert van Ed Sheeran niet kunnen meemaken. Dat was een enorme ontgoocheling. Nu, ik weet niet of zij dat geld gaan kunnen terugkrijgen. Of er iets zal terugbetaald worden door de Belgische spoorwegen. Dat weet ik nog niet. Hij zal dat moeten uitzoeken met zijn vriend. Maar in elk geval, dat was een grote ontgoocheling voor mijn zoon en zijn vriend. En dus ze weten niet of ze hun geld gaan recupereren. En ze hebben dus ook het concert met Ed Sheeran gemist. Wel, soms gaat het zo in het leven. Hè. Soms gaan de dingen niet zoals je verwacht had. Ziezo, dit is dus een kleine anekdote of een klein verhaaltje over mijn zoon. Ik wens jullie een hele fijne dag en tot heel binnenkort. Dag!